Dat ligt eraan. Zullen we ergens uit gaan eten of gaan we nog lekker naar huis? Nadat een familie in het park heeft genoten, wordt een deel van hen opgesloten. Ze hoeven niets te vrezen, omdat het kind als redder in nood wordt aangewezen. Het openen van de juiste deuren moet binnen 1 uur gebeuren. Of ze het halen, ga je zien bij Escape Efteling. Jeroen, welkom. Je krijgt 1 uur de tijd om je familie te bevrijden uit de attractie waar ze zijn opgesloten. Maar, naar welke attractie moet je op zoek? Kijk goed om je heen. Ik loop aan op het plein en ik zie een flinke zaklamp en een papiertje waarop staat scan de omgeving goed. Ik weet niet of dat, laat maar zeggen, of dat moet, maar ik voel me echt een beetje dommig. Oh, wacht. Breek mij. Ik zie een boom, waarvan ik later toch constateerde dat het een dennenboom was. Ik zag een vlieg en ik zie een Nederlandse vlag. Nederlander, Hollander, de vliegende Hollander. Een plattegrond! Oh hier, oh tuurlijk, oh jongens. De vliegende Hollander, 47. Ik kom de Vliegende Hollander binnen en ik zie Lars zitten. Ik zit in een kamer met allemaal boeken, potten, een tafel en een telefoon. En dan zit ik op een stoel die niet kan bewegen. Dus word ik helemaal gek en een ketting om mijn arm. Hey! Zit je nou vast? Ja. Lars zit vast met een codeslot. Ik ben aan die potjes gaan zitten omdat er letterlijk niks anders los stond in de ruimte. De stad. Oh, nice. Oké, ik heb 1. 8. Wat is dit allemaal? Je bent wel de eerste. Huh? What the hell? Nog één, 7. Welke getallen heb je nu? Ik heb 9, 1, 8, 2, 0 en 9. Wist ik er nu nog 1? Nee, ze vast. Heb ik gehad. Ook gehad. Moet ik een getal draaien of zo op de telefoon? Oh, dit zit ook vast. Nee. Er zit daar een boek. Zo'n blauw boek. Er stond echt een heel groot blauw boek. Ik zag het oprecht niet. Echt niet. Totdat Lars zei, staat daar een blauw boek? Ik zei, ja, het staat helemaal vol met boeken. Dus ik kijk nog een keer. Ik dacht oprecht dat het daar gewoon neer was gezet toen ik niet keek. Gewoon, ik dacht, ik had het oprecht gemist. Ah, bel dit nummer voor vrijheid. 06... En dan staan er allemaal vraagtekens bij. Jeroen en Lars, het telefoonnummer wat jullie zoeken heeft 10 cijfers. Vind deze cijfers en zet ze in de goede volgorde. 10 blokjes. 10 blokjes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dus we moeten er nog twee. Misschien in een van die papieren of een van de... Nee, maar dit staat allemaal... Oh, hier. Niks te... Dat is me opvallend. Hier. Hey! Kijk! Er ligt een soort van houten kistje wat zoveel lijkt op een boek. Dat was een doosje. Oké, nu hebben we er 10. Ik ben de zee en de lucht. Ik ben heet, heel erg heet. Dus 06. Oh! Allemaal van die kleine mini-rijmpjes. Er staat een 06-nummer en de nummers zijn weg. En een soort van raadseltje. Ik ben 0 en ik ben de kleuren. En ik ben heet, heel erg heet, rood. Dus ik ben een draak en het gras, dus dat is groen. Oh, yes! Hey, we hebben hem! Nice! Oké. Ik ben donkerder dan 6. Ik ben donkerder dan 6. Dat is deze, toch? Als in donkerdere kleur of ja. Zo. Oké. Ik ben de wolken op een dag vol regen. Dus dat is dan... Wit. Dus dat is 8, denk ik. Nee. Volgens mij... Ja, deze moeten... Wacht, want nu weten we niet hoe we daar aankwamen. Nee, wel. Ik ben de wolken op een dag vol regen. Oh, wacht, dus het is grijs. Oké. Ik ben de buiten, de katen, de rijkdom en de schat. Het is goud, het is goud. Ik ben de nacht, is zwart. Ja. Ik ben het schip en zijn planken, dus ik denk dan bruin, toch? Ja. Oké. Dus het is 06, 3, 4, 1, 9, 2, 5, 7, 8. Wacht. Okay. Gefeliciteerd, het telefoonnummer is goed. 7. En
8. Toch wordt het lastig bellen zo, zonder elektriciteit. Ga op zoek naar de schakelaar. Geen elektriciteit, dus we kunnen überhaupt niet bellen. Dus we hebben een probleem. Dus ik ben gaan rennen buiten en ik ben letterlijk een heel plein over gaan rennen. Totdat ik terugliep naar de deur en zag dat daar echt een kast stond met een bliksemschichtje erop. Jezus, hoe heb ik dat nou weer gemist? Hij staat aan, Lars! Oké! De code is... 4... 9... 1... 1... Jeroen? Ja? Kom even! Met de code! 4, 9, 1. Is dat op de goede lijn? Ja! Ja, oké, yes! Oké, let's go! Ik ga hem af als je zei. Toen viel er echt heel hard. Ik schrok er echt van. Viel er hier een doek omlaag. Nou, let's go. Wow, maar dit is lijp wel. Dus wij rennen allebei heel hard door de gang. En we komen aan bij een tafeltje. En daar zie ik voor het eerst mijn vader staan op een beeldschermpje. Hé, hey, papa, kijk! Met een alfabet en een soort van menselijke vormen die letters uitbeelden. Oh, hier. En toen vond ik rechts van me, op een tong, vond ik een walkie-talkie. Kunnen we hier? Eerst begreep ik echt voor geen meter hoe dat ding werkte. Walkie-talkie, maar ik weet niet. Hallo? Papa, hoor je mij? Hoor je mij? Oh, hij hoort mij. Oh. Toen ik er uiteindelijk uit was, had ik door dat ik daar mijn vader mee kon bereiken. Papa, hoor je mij? Dus ik zeg tegen mijn vader dat ik een platform heb staan met allemaal puntjes waarvan ik denk dat hij daar vast iets mee kan. Dus hij knikt ja en hij is ja aan het schudden. En toen begon hij letters uit te beelden. Eerste letter. De B van Bas. Horen Jeroen prima, ik begreep ook wat hij bedoelde. Af en toe moest ik even luisteren, maar in principe ging het goed. Oké, dus het eerste letter is de B van Bas. Oké, tweede letter. Een O. Van oma. En. Ja, dat kan eigenlijk niet anders, hè. Een N. Oké. We hebben B-O-V-E-N. T. Een T. Bovenste. Zal ik gewoon de E ook, ja. Oké, we hebben nu het eerste woord, dat is bovenste. Een B. Een R. F. En een E. Huh? Wat doet die? Volgens mij zo... Dat ziet er soepel uit. Oh, een S. Yes, oké. Okay. Oh, rechts. Bovenste, rechts. Is het woord rechts? Yes. Oké, okay, het laatste woord. Zijn maar nog maar 4 letters. Een R. Een O. Een D. Is het woord rode? Yes. Oké. Okay. Bovenste. Bovenste rechts rode. Zeg het eens tegen hem. Is het bovenste rechts rode? Ja, oké. Ja, maar wat doen we nu? Oh, tanden toe. Hey. Een kluisje. Oké, okay, wat is het? Oh! Hey! Yes! Bovenste plank, rechts, rode potje. Papa? Op het blad staat... Bovenste plank, rechts, het rode potje. En dat was een potje wat afweek van de rest. Dus ik had eigenlijk vrij snel door dat potje geen was wat ik moest hebben. Ja! Hij heeft hem. Yes! Doe dichterbij. 3328. 3328. We mogen naar boven. Oké. Je neemt die? Ja. Of papa, misschien is papa er wel daar. Oké. Okay. Wacht, wat was het nou? 3328? 3328, toch? Ja. Nee, is hij? 3. Let's go. Kunnen we erin? Yes. Hey. We zijn er. Yes. Ik zat in een bootje, vastgeketend met een ketting, met een cijferslot. En toen kwamen de mannen binnen. Welkom bij de laatste opdracht. Lukt het jullie om mama binnen de tijd te bevrijden? Nee, ik niet. Daar zit ze hoor. Hallo. Hoe gaat die? Hoe lang zit je daar? Kun je openbreken of zo? Nee, dat gaat niet gebeuren. Huh? Oké, er is een slot. Zie je, wat staat erop? Wat staat er op de ding?
ik zag dat er aan haar kant een blad hing met iets erop. Dus ik zei tegen haar, wat staat er op dat blad? En zij zei niks. Dus toen heb ik er niks mee gedaan, maar toen ik doorliep zag ik er meer. Dus toen dacht ik, er staat wel wat op. Toen heb ik het er afgetrokken, is mijn vader er een paar af gaan trekken. Heb je het koud? Ja, nou, er moet dus nog meer liggen hier. Maar, wacht. Dus we leggen ze even neer. Hier daar. Hier. Oh, jullie hebben er ook nog. Ga jij daarbij kunnen of moet ik? Zal ik het even doen? Let's go! Oh, hier. Het zat daar. Hier moet dan... Maar dat kan niet hier nog. Dat zit aan de andere kant. Dat zit er zo'n bol. Nee, het zijn er drie. Kunnen we het niet bij elkaar? Drinkerij Oeverloos. De papieren die we hadden gevonden beelden het bord uit dat boven ons hing. Maar we hebben zo lang zitten zoeken bij dat bord. Ik moest de hele tijd achterkijken en ik voelde het ook overal. Maar ik voelde helemaal niks. Nee. Dan hangt er vast ergens een sleuteltje, maar dat zat echt plat vastgeplakt aan een hoekje links onderin. Hij heeft hem. Uiteindelijk heeft Lars de sleutel gevonden. Zo. Ja. Oké. Bruine zakje plus zwarte zakje x grijze zakje is. Er komen drie zakjes uit met echt irritant veel muntjes. En een som. Bruin plus. Bruin plus. Keer grijze zakje. Maal grijze zakje. Ja. Zo, 1, 2. Is het bruin of is het wat? Dit is bruin. En dit is zwart. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 50. Zwart is 50. Dat is 50 samen. Oké. Okay. Ja. En dan maal, hoeveel 40. Dat is? 5, 6, 7, 8, 9, 10. 40. Dus dat is 40. 40 keer 40. 200. 2000. 2000? 2000. 2000. 2000. 2000. 2000, ja, is 2000. Dat antwoord is fout. Huh? Hebben we iets laten vallen of zo? 40. Ja. Het is bruin. Dus 2 is 2000. Zeg nog eens één keer. Bruin zakje plus zwart zakje 50. Keer grijze zakje is 40. Dat is 2000. Het is. Je moet eerst 30. Vermenigvuldigen en daarna plus. Ik ben er die op een gegeven moment eerst vermenigvuldigen, dan optellen. En dat duurde even voordat het door. Maar uiteindelijk kwam hij binnen, maar omdat je zo druk bent, omdat. Je zit dan met z'n drieën zit je in dat papier te kijken. En dan... Ja, 20 plus 30 keer 40. Wat zei jij? Eerst vermenigvuldigen, zei jij. 20 plus 30. Reken dan anders maar gewoon uit. 1220. 1220. Dat antwoord is goed. Ja! Ja. Eindelijk! Ja, go! Ja, dan moet je dus 12. 100. 2. 0. Ja! Yes! Yes! Goed, familie van Holland. Denken jullie dat jullie het gehaald hebben binnen 1 uur? Gehaald. Of we tijd gehaald hebben? Ik denk van wel. Nee, echt niet. Niet. Ik denk ook zoiets. Ik denk maar echt een paar minuten eroverheen. Ja, ik heb vertrouwen. Nee, je moet niet vertrouwen. Ik zal jullie niet langer in spanning laten. Jullie tijd is... Nou, yes! Nee! Echt? Helemaal goed. Wist ik toch. Ik had vertrouwen. 10 seconden. Echt? Ja, dat is echt, Jeroen. En als we kijken naar het klassement, betekent dat jullie met deze tijd op plek nummer 2 staan. Net onder familie Latoy, maar wel boven familie Schotpoort. Kijk volgende week weer naar hoe een nieuwe familie probeert te ontsnappen in Escape Efteling.